Er komt geld beschikbaar voor een nieuw kunstgrasveld op Sportpark Zandweert. Ook stelt de gemeente geld beschikbaar voor het opknappen van 4 kleedkamers. Dit stelt het college voor aan de gemeenteraad. Het gaat goed met de sportvereniging op Sportpark Zandweert. Vooral Sportclub Deventer kent veel nieuwe aanwas en werkt veel samen met maatschappelijke organisaties. De gemeente wil dan ook de groei van de sportverenigingen stimuleren. Wethouder Jan-Jaap Kolkman zegt hierover: Deventer wil een gezonde gemeente zijn. Daar hoort bij dat we mensen in staat stellen om het hele jaar door te sporten en te bewegen. Met deze aanpassingen kunnen de sportclubs weer vooruit. Na realisatie heeft Sportpark Zandweert 3 kunstgrasvelden, 1 regulier voetbalveld en 1,5 trainingsveld beschikbaar. In totaal gaat het om een investering van €520.000 voor het kunstgrasveld en de renovatie van de kleedkamers. De verwachting is dat het nieuwe kunstgrasveld in het najaar van 2019 klaar is.